De Motorpodcast. Ja, verzamelt motoren. Hè? Tenminste, verzamelt nou, je, koopt ze, je verkoopt ze weer. Je bent op zoek naar de droommotor, maar dat wil me niet lukken. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat verzamelen van motoren. Als ik de ruimte en het geld had, had ik ze nooit verkocht. Dan had ik ze allemaal nog gehad, alle 37. Maar, 37? Ja, maar, hoe oud ben je nu? Ik moest even nadenken, 32. 32? En ik rij nu sinds mijn 21ste, denk ik, of zo, zoiets. Net op de valreep dat de rijbewijs veranderde. Dus toen, ja, ongeveer 12 jaar. En ja. 37 motoren versleten. Ja, het is niet goed. Man, ik denk dat er veel luisteraars jaloers op je zijn. Ja. Maar waarom zoveel? Iedere keer koop je er een en denk je na een paar maanden... Ja, het is lastig. Kijk, ik vind alle motoren leuk. En ik moet ook zeggen, ik ben niet altijd uitgekeken op een motor. Maar ik ben altijd heel erg benieuwd naar de volgende. Of naar een andere, of naar een ander type. Maar dat geloof ik bijna niet. Hoe kun je nou elke motor leuk vinden? Ze zijn zo uiteenlopend. Laat ik zeggen, elk type motor heeft zijn charmes. Alles van adventure motoren tot choppers of wat dan ook. Alles heeft een bepaalde eigenschap en een bepaalde... Ja, passie of iets dergelijks, maar ja. Nee, ik vind alles wel wat dat betreft leuk. Ik heb natuurlijk wel mijn voorkeuren, maar dat is ook echt per fase verschillend. Ja. Dus nu zit ik heel erg in de adventure motoren. Ja, dus van adventure naar chopper, naar sport, naar naked, naar echt alles kan jou bekoren. Ja, ik denk dat als we nu een spelletje gaan doen, welke merken ik allemaal heb gehad, dat ik ze bijna allemaal kan afvinken. Er zijn een paar die ik niet heb gehad, maar dat is echt... Nou, dan moet ik echt zoeken. Laten we de vraag er gewoon even ingooien. Waar rij je op? Ik rijd op dit moment op 3 motoren. niet tegelijk, uiteraard. Nee, ik heb een KTM 890 Adventure R uit 2023. Dat is dus een beetje mijn off-road motor. Mm-hmm. En ik heb een Moto Guzzi V100 Mandello S, ook uit 2023. Dat is een beetje de sport tour motor die ik heb dan. En dan heb ik nog een Moto Guzzi 1200 Sport uit 2012 in mijn hoofd. Ja. Ja. Waarom deze 3 nu? Waarom staat dit nu in je garage? Ja, ik probeer mezelf altijd... En voor mij heeft iedereen het wel een beetje... dat je toch probeert aan jezelf te verkopen het idee. Toch jezelf te proberen te overtuigen. Waarom heb je iets? En het idee was, ik heb de KTM voor het off-road rijden. Toen dacht ik, ja, daar komen dan hele... grove banden op. Dus ik heb ook een motor nodig waar ik lange afstanden mee kan rijden. Nou, dan pak ik de Moto Guzzi V100 natuurlijk met een beetje windbescherming. Maar dan denk ik, ja, ik heb ook nog een motor nodig. Hè, nodig om een beetje gewoon te cruisen, zeg maar. En dan pak ik de 1200 Sport. Dat is het idee. Ja. En wat een luxe dit. Maar wat vindt je omgeving ervan? Mijn vriendin is het inmiddels gewend. En ze heeft ook al vaak genoeg meegemaakt dat ze gewoon een motor niet eens gezien heb. Dan normaal kwam ze natuurlijk enthousiast kijken in de garage. Kijken wat ik nu heb gekocht. Nu is het enthousiasme is weg. Is een beetje weg, ja. En nu heb ze gewoon ik heb gewoon een aantal motoren in dat lijstje die ze nog nooit gezien heeft. Terwijl ik hem wel heb gehad terwijl ik met haar samen was. Dus kan je nagaan hoe snel het soms wisselt. Ja, zij kijkt gewoon niet meer. Wat is echt snel? Dat is kopen en een week later denken van laat me zitten? Nee, ik denk dat het record is dan wel denk 2 of 3 maanden. Dat het echt dat ik er eentje verkocht heb. En toen kon ik er gewoon echt geen vrienden mee worden. Maar over het algemeen gemiddeld wel 6 maanden tot een jaar. Maar waarom koop je hem dan? Merk je dat bij een proefrit niet? Dat je denkt, dit is toch niet helemaal mijn ding. Ik laat hem staan. Of is het die roze bril en dat je denkt, doe toch maar wel. Het is een roze bril, denk ik. Het is gewoon als ik op die motor stap, wat ik zeg. Ik ben heel gauw als wel enthousiast van zo'n motor. En dan, dan vind ik het rijden gewoon geweldig. En dan denk ik van, dit is de motor die ik wil. Maar goed, wat ik al zeg, je probeert jezelf een beetje te verkopen. Dus je denkt, deze wil ik voor deze functie en deze wil ik voor die functie. Kijk, het liefst koop ik ze gewoon allemaal, zeg maar. Probeer het geweten een beetje te sussen, is het eigenlijk. Ja, je probeert jezelf gewoon te overtuigen. En ik denk dat heel veel mensen dat doen die zeg maar zulke aankopen doen natuurlijk uiteindelijk. Ja. En welke had je als kortst? Dan welke ging er na 2-3 maanden weer de deur uit? Dat was een Triumph Street Cup uit 2018. Dus dat is een soort van café racerachtige motor. Wel echt de classic, dus wel echt de Bonneville-achtige motor. Nou, iets kleiner, iets kleinere motor ook. Zat er in 900 cc. Maar die was echt net te agressief, zeg maar. En dan kon ik gewoon niet lekker mee sturen. Ja, ik ging niet lekker de bocht om. En dat werd gewoon geen vrienden mee. Ondanks dat ik hem wel heel erg mooi vond. Dus ik kon hem wel neerzetten. Gewoon een half uur naar kijken, bij wijze van spreken. Maar ja, dat was niet genoeg. Maar dan moet je me toch eens uitleggen. Want dat kost ook serieus geld. Ja. Verpats je elke motor dan weer met een beetje winst? Of hoe doe je dit? Nou, ik heb wel een leuk verhaal. Ik ben op een gegeven moment gemaild of gebeld door de verzekeraar. En die zei op een gegeven moment van, meneer, handelt u in motoren? En toen zei ik,
Nee, hoezo? Hij zegt, nou, u heeft de laatste, pak een beetje twee jaar, heeft u al iets van 15 of 20 motoren gehad. Wat is hier aan de hand? Ik zeg, ja, als ik een handelaar zou zijn, zou ik echt een heel erg slechte handelaar zijn. Want ik maak er vaker verlies op dan dat ik er winst op maak. Soms maak ik er wel winst op. En dan is het gewoon leuk. Dan denk je, nou, heeft het me niks gekost, dan was het een leuk experiment. Maar meestal speel ik kiet of maak ik een klein beetje verlies. Ja. Maar heel veel kleine beetjes verlies. Als je de 87 keer een beetje verlies maakt. Ja, ja, dan dat is een faillissement. Laat ik zo zeggen, ik denk dat ik meer winst heb gemaakt dan verlies. En ik heb er ook op een gegeven moment ook wel een beetje een strategie in gevonden. Ja. Maar een voorbeeld te noemen, die Triumph Street Cup, die zat helemaal vol met accessoires. Dus dat echt het hele accessoireboekje was afgevinkt. En die motor aan zich was niet eens zo heel veel. Het is relatief, geloof ik, €8.000 waard. Dat had ik ook voor die boten betaald. En uiteindelijk had ik hem dus zo kort had, heb ik al die onderdelen eraf gehaald, alle originele onderdelen opgezet, had ik hem ook weer voor €8.000 verkocht. En ik had nog een hele bak aan onderdelen. Dus uiteindelijk had ik daar gewoon €2.000 winst op. Maar dat was niet het idee. Zo kocht ik hem niet in eerste instantie. Maar ja, ja, dat is soms een mooie bijkomstigheid. Ja. Nou, €2.000 winst. Hè? Ik bedoel, dat is toch netjes. Leuk. Dus geweten weer gesust. Ja, en dan kan je weer naar de volgende kijken. En dan denk je, oké, net heb ik een budget van 8. Nou kan ik voor 10 gaan kijken, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dan verlies je weer €1.000. En dan ben je weer terug bij af. Want waar zit je budgetair ongeveer? Rond de 10.000? Of zeg je van... Nee, ik ben de laatste tijd is het wel een beetje extremer geworden. En misschien dat het dat te maken dat ik natuurlijk op een gegeven moment vader werd. En dacht, oké, als ik nu niet een dure motorkoop, gaat die voorlopig niet meer komen. En toen dacht ik, nou, ik ga nu echt richting de 18.000 of zo. Toen kocht ik een Harley Davidson Streetglide. En dat was ook echt een beetje mijn serieuze eerste echte dure motor. Alleen toen dacht ik, ja, ik wilde toch ook, ja, ik vind één niet genoeg. Dus ik heb weer een beetje bijgespaard. En mijn vriendin, die is heel erg goed in sparen. Die zegt van, nou, weet je, we hebben allebei onze eigen potjes met geld. En zei ze van, je mag een beetje van mij lenen. En dan ben jij weer even stil. Goeie vriendin. Ik snap wel dat ze een eigen potje geld heeft. Ja, ja, dat moet wel. Anders is het allemaal op. En dat mag ik dan lenen. En dan betaal ik het terug. Op een gegeven moment heb ik het een beetje opgebouwd. Die betaalt natuurlijk elke keer. Doe je een beetje geld erbij. En op een gegeven moment heb je wel, ga je wel gewoon richting een serieus budget. Ja. Ik heb zelfs een moment gehad dat ik een R1250 GS had gekocht. En toen had ik zoiets van, oké, deze motor is zo goed. Ik ga deze motor niet... Dit is de enige motor die je nodig hebt. Zo goed is die motor. En toen dacht ik, nou, dan doe ik alles weg. Dus ik had toen op dat moment twee motoren, een Kawasaki en die Harley Davidson. Deed die twee weg. En toen kocht ik dus de BMW. Een 2021 model. Verstandige keuze. Verstandige keuze. En je bent vader. Ja, precies. Ja, was echt ik zeg verder niks. Ultieme huisvadermotor. Maar hij was echt... Nee, serieus. Ik raad het iedereen af om erop te rijden, want ze zijn gewoon zo goed. Oh, ze zijn zo goed. Nee, serieus. Het is gewoon, ze zijn echt heel goed. Maar... ik had hem dus een nieuwe, echt ook nieuw gekocht. Dat was mijn eerste nieuw gekochte motor. Hartstikke veel geld. Eigenlijk veel te veel geld voor een nieuwe motor. En ik had hem op een gegeven moment 4 of 5 maanden. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik vind één motor niet genoeg. De Motorpodcast. Luister deze aflevering helemaal in je favoriete podcast app. Of via demotorpodcast.nl. De Motorpodcast.